eerste hulp bij pesten. Als je kind jou vertelt dat het gepest wordt, heeft het nood aan begrip, troost en hoop. Je kind wil zich veilig voelen. Met deze drie tips geef jij je kind de eerste hulp die het nodig heeft. 1. Neem het verhaal ernstig. Het is niet makkelijk voor een kind om te vertellen dat het gepest wordt. Dat vergt veel moed. Luister dus goed. Vraag wat er precies is gebeurd. Hoe is dat gekomen? Hoe lang is het al bezig? Minimaliseer niet wat je kind voelt. Je kind voelt zich verdrietig, boos of bang. Dat is normaal. Er is veel gebeurd. Neem die gevoelens ernstig. Zo voelt je kind dat het altijd bij jou terecht kan. 2. Geef je kind nooit de schuld. Leg de schuld niet bij je kind. De pester is de oorzaak van het pesten. Hij gaat in de fout. Zeg duidelijk dat er geen goede redenen zijn om te pesten of gepest te worden. Pesten kan nooit. Zeg dus niet dat je kind beter voor zichzelf moet opkomen of moet terugvechten. 3. Bespreek de stappen die je zal ondernemen. Zet geen stappen waarmee je kind niet akkoord gaat. Doe je dat wel, dan voelt je kind dat het je niet kan vertrouwen en zal het de volgende keer zwijgen. Bespreek met je kind wat jullie aan de school melden. Vraag de school om zo te reageren dat het pesten niet erger wordt. Als leraren meer aandacht hebben voor pestgedrag, wordt een nieuw incident sneller opgemerkt. Zo voorkom je dat je kind als klikspaan wordt beschouwd. Bespreek het pesten nooit rechtstreeks met de pester of zijn ouders. Voor je kind wordt alles dan erger. Het gevolg is dat ze het de volgende keer niet meer zullen komen vertellen als er een probleem is. Je kind vraagt niet om een harde of strenge straf omdat het vreest dat de pester dan wraak zal nemen. Je kind wil in de eerste plaats dat het pesten stopt. Probeer ondertussen het normale leven te laten doorgaan. Steun je kind in de gewone dagelijkse taken. Stimuleer je kind om met andere kinderen te blijven omgaan. Dus, neem het verhaal ernstig, geef je kind nooit de schuld en bespreek de stappen die je zal ondernemen.